Grote Goedings en Jaarshow. Ja, kijk, ja. Even zo. Kippenvel fantastisch. Maakt me echt fucking boos. Hoeveel haat ik ook over me heen krijg, hoeveel bedreigingen, wat ze me ook naar me verwensen. Ik zal nooit mijn idealen verloochenen en nooit stoppen. Die denken misschien, saai. Stop. Jesse, we gaan het over 2019 hebben aan de hand van grote gebeurtenissen. En dit doen we door naar video's, foto's en artikelen te kijken. Eind 2018 kwam Boos met een documentaire. Terug naar je eigen land. Vond je het niet ontzettend pijnlijk om te zien dat zoveel kinderen... zoveel last hadden van dat het kinderpardon niet werkte? Ik heb zelf vader en de derde was onderweg. Dus als het over kinderen gaat, ja, als je me... hoe zeg je dat? Als je me op mijn aller... als je me zwakke plek wil hebben, dan is dat het wel. En als je dan ziet hoe een overheid omgaat... met kinderen die hier zijn geboren en getogen... die de Nederlandse taal spreken, die hier zo thuis horen. Ik zie nou dat... Kijk nou hoe lekker Becky dat ventje is... die daar staat met zijn prachtige bril. Ja, dan snap ik niet dat de Nederlandse overheid... dat soort kinderen wil uitzetten. Hoe de overheid die kids behandelt, dat is echt... Dat gun je gewoon echt... Geen enkel kind en het heeft niks met beleid te maken. En de argumenten die er voortdurend voor worden gebruikt van als... het komt door hun ouders, directe procedures. Het zal allemaal wel wat hun ouders doen. Echt, forget it. Het gaat over kinderen. Mm. Want wat hebben jullie toen politiek gedaan? Nou, kijk, allereerst Boos heeft iets gedaan en Tim Hofman wat zelden lukt. Namelijk zoveel politieke druk opgebouwd dat uiteindelijk... Het kabinet is gezwicht. We hebben politiek steun gegeven aan de oproep die er is. Maar dit is echt dankzij Boos en Tim Hofman dat is gelukt. Het voorjaar van 2019 stond eigenlijk heel erg in het teken van het klimaat. Jij ontmoette in het begin van dit jaar ook een bijzonder iemand, namelijk Lily Plat. Wie is Lily precies? Lily is een grote kleine meid uit Zeist. Zij zit daar als een van de vele... school strikers over de hele wereld. Ze hoort echt tot een wereldwijde beweging. En ze zit daar omdat ze vindt dat er veel meer moet gebeuren voor het klimaat. En wat ik zo leuk vond aan haar is... ze had het over haar opa. Dat is de Tree of Knowledge, noemt ze hem. En ik herkende veel in hoe haar opa met haar omgaat. Hoe mijn opa, wat hij met mij deed. Altijd verhalen vertellen. Altijd verhalen hoe de wereld in elkaar... Altijd zijn wijsheid en zijn kennis met je willen delen. En het leuke is, we hebben het over klimaat en alles wat er misgaat en dat er geen politieke actie is, maar ook gewoon heerlijk over dinosaurussen. En mijn kinderen zijn ook dol op dino's, dus we hebben over de microraptors kunnen praten en over brachiosaurussen, triceratopsen. Ja, en Lily was natuurlijk niet de enige die heeft gestaakt dit jaar. Oh ja, dat was die eerste. Had je verwacht dat het zo groot zou zijn? Nee, never. Ik ben sinds 2006 politiek actief, sinds 2010 Kamerlid. Ik heb nog nooit zoveel mensen in actie gezien voor het klimaat. En dan ook nog zo'n jonge generatie. Dit was echt kippenvel fantastisch. Wat ik heel tof vind, is dit zijn allemaal mensen tussen de, wat zal het zijn, 14 en 25 jaar oud, de meeste mensen. En zo bewust van wat er in de wereld speelt. Zo bewust over wat de staat van het klimaat is. En dat er zo weinig politieke actie is om dat tegen te gaan. Dit jaar werd ook de klimaatwet aangenomen. Ja. Online was er best wel wat verwarring eigenlijk over het klimaatakkoord en over de klimaatwet. Ja. Zou jij mij kort uit kunnen leggen wat dat verschil dan precies is? Ja. Kijk, er is vorig jaar, een jaar lang of nog lang, onderhandeld over een klimaatakkoord. En in dat klimaatakkoord, dat is onderhandeld door milieuorganisaties, door grote bedrijfsleven, vooral heel veel groot bedrijfsleven wat er aan tafel zat, door het kabinet. En daar hebben ze allerlei maatregelen met elkaar bedacht die je moet nemen. Dus dat gaat over hoe je meer groene stroom in Nederland kan krijgen, hoe we meer elektrische auto's krijgen, hoe we onze huizen zouden moeten verduurzamen. Dat is het klimaatakkoord. Ja. De klimaatwet is iets heel anders. Die maakt, zeg maar, dat is een wet die de overheid opdraagt om werk te maken van de aanpak van klimaatverandering. Nou, nu denk je, voor jullie denken misschien, saai. Stop. Dit is superbelangrijk. De overheid heeft namelijk de afgelopen jaren helemaal niks gedaan aan het aanpakken van klimaatverandering. En nu het in een wet staat, moet de overheid zich aan die wet houden. Ik vertelde je net, voordat we begonnen met filmen,
Dat we nu volop bezig zijn met zo'n soort wet, ook voor stikstof. Ja, dat is fantastisch. Dat is prachtig. Dat is waar je het voor doet, omdat je... daarom is Kamerlid zijn ook echt een ambacht. Het gaat over debatteren, het gaat over mooie speeches geven en debatteren, maar het gaat ook gewoon over goede wetten maken. En die klimaatwet is echt een pareltje. Iets waar je heel trots op bent. Daar ben ik super trots op, ja. Het is al die kids ook die er rondliepen. Wat ik zo bijzonder was, het was echt aan het zeiken van de regen. Ik heb zelden zulke taffers weer gezien. En er waren gewoon echt tienduizenden mensen. Jij zei 40, ik dacht 50.000, maar het maakt niet uit. Het waren echt tienduizenden mensen die daar maar voor één ding stonden. En dat is goed klimaatbeleid eisen. Ja, en dat is heel bijzonder om met zoveel mensen die eensgezindheid zo'n vrolijke manifestatie te hebben. Terwijl het zo hard regent. Het verbroedert. Heel sterk. Na een urenlange klopjacht is de hoofdverdachte van de aanslag in Utrecht opgepakt. Bij die aanslag vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat kan jij je nog herinneren van deze dag? Het eerste wat je denkt is, hoeveel slachtoffers zijn er? En het nieuws druppelde maar binnen. En die man, het was gewoon een klopjacht op die man. Dus je denkt, jeetje, waar gaat dit eindigen? En zijn al die mensen in Utrecht wel veilig? Toen hoorde ik van een familielid dat... zeg maar zijn schoonfamilie ook in die tram had gezeten. Dus dan ben je, ja, het gaat van alles door je heen. Je belt met collega's om af te spreken van jongens, we moeten de campagne nu stopzetten. Want we gaan niet, onder dit soort omstandigheden gaan we niet elkaar bestrijden. Ik hou van politiek en het laten zien van meningsverschillen. Verkiezingsdebatten vind ik een van de allerleukste dingen die er zijn. Maar op het moment van nationale crisis gaan we niet met elkaar in debat, staan we naast elkaar. Nou ja, dat is waar je ook contact over hebt met anderen en probeert dat af te spreken. Ja, en jullie hebben dat gedaan, maar Forum niet. Ja. Wat voelde je daarbij toen je hoorde dat zij wel doorgingen Walgelijk. Met hun campagne? Heb ik echt geen goed woord voor over. En het werkt, want er wordt heel veel over bericht, dus zij zijn het nieuws. En we weten allemaal hoe het in campagnes werkt. Namelijk als je maar in het nieuws bent en je kan ze gebruiken het om te bekritiseren hoe het beleid in Nederland is. Dat kan. Daar kan je verkiezingen mee winnen, maar ik verlies liever verkiezingen dan dat ik ze op die manier win. Ik vind het echt beneden alle peil. Was je tevreden met de uitslag? Nee, ja, ik was tevreden met de uitslag, zeker. We hebben gewoon echt een hele goede uitslag gehad. We zitten nu in 8 van de 12 provincies besturen we mee. Ja, dat is echt fantastisch, want bijvoorbeeld die hele stikstofproblematiek, dat moet voor een belangrijk deel worden opgelost in die provincies. En onze bestuurders, ja, die werken daar gewoon dag en nacht nu keihard aan om dat op te lossen. Wat is blijven hangen, denk ik, bij heel veel mensen, is niet dat GroenLinks het zo goed heeft gedaan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ik denk dat iedereen heeft onthouden de uil van Minerva, die zijn vleugels heeft uitgeslagen. En dat was natuurlijk een ander verhaal van die verkiezingen, namelijk dat Forum voor Democratie zo immens groot werd. Ik heb heel veel mensen gesproken die zich daar ontzettend zorgen over maken en dat snap ik. Mij motiveert het alleen maar om nog harder te werken om ervoor te zorgen dat ze bij de volgende verkiezingen niet de macht grijpen. De Provinciale Statenverkiezingen waren voorbij en toen gingen we eigenlijk al meteen naar de volgende verkiezingen, de Europese parlementsverkiezingen. Ja. En daar hadden we onze eigen Bas. Europese verkiezingen. Eigenlijk is het gewoon heel simpel. Het Europees Parlement bepaalt elke wet die uit Europa komt. Ja, wat ik heel erg waardeer aan Bas zijn 2 dingen. Kijk, 1, hij is echt een Europeaan. Hij is een super aardige, lieve, betrokken gast. Maar het is een Europeaan in hart en nieren, dus eigenlijk zijn er 3 dingen. En hij weet alles op het gebied van klimaat. Ik was in Washington in 2016. En ik ging daar op bezoek bij World Resources Institute, een grote NGO op het gebied van klimaat. En toen vertelde ik dat ik van GroenLinks was. Het eerste dat ze zeiden, you're a colleague of Bas Eickhout. He's great, you know. We know his work. We know what he's doing in the European Parliament. Dat is Bas. En toen dacht jij, ik ken hem, zei ik. Ik mag gewoon Bas zeggen in plaats van Mr. Eickhout. Oh, kijk, ja. Toen was hij echt net geboren. Ja, dit was... Ik had de kleine klaver. Deze campagne heb ik amper campagne gevoerd. Ik denk dat ik 5 dagen campagne heb gevoerd. Voor de rest ben ik bij die kleine geweest. Ja, want je had 2 weken vaderschapsverlof. Hoe was dat? Zeker. Ja, geweldig. Heerlijk. Ja, ik had 2 weken, maar ik had daarvoor eigenlijk ook al een beetje gesmokkeld. Dus uiteindelijk was ik wel 3 weken thuis. Dat is eigenlijk heel kort. Ik wil niet rupsje nooit genoeg lijken, maar eigenlijk is het heel kort. En het is onwijs leuk om... 1, er is niks zo lekker als verse baby, zeg maar. Er ruikt niks zo lekker. Het is,
Het is zo lekker klein en warm en makkelijk. En het is echt een heerlijk verse baby. Maar het is ook leuk met die twee oudste gasten. Omdat je heel veel mensen optrekt. Want mama is gewoon echt met de baby en aan het herstellen van zo'n bevalling. Dus ik was heel veel met die oudste gasten. En dat is ook echt een feestje. Je bent dit jaar voor de derde keer op rij beste politicus op social media benoemd. Ja. We hebben daar volgens mij ook een award van staan. Waar zijn die? Daar. Daar vroeg mijn zoon op. Ik zei, papa, heb je ook prijzen? Ik zei, ja, ik heb. Kan je die meenemen? Ik zei, ja, maar die staan bij Leon op de kamer. Maar Leon die gaat straks op vakantie, dus dan kan ik ze wel meenemen. Nee, ja, leuk. Want je had het, toen je deze award in ontvangst nam, had je het ook over online haat. Ja. Wat wilde je daar precies over zeggen? Nou, ik kijk al heel lang niet meer zelf op Twitter. Dus voor iedereen die denkt dat ik daar heel actief op zit te kijken, nee, dat doe ik niet meer. Omdat de hoeveelheid bagger die je daar over je heen krijgt, echt zo verschrikkelijk groot is, dat ik er gewoon echt geen zin meer in heb. Maar wat we afgelopen jaar zagen, is dat ook, zeker op Facebook bijvoorbeeld, dat mensen niet mij gingen uitschelden, maar gewoon mensen uit onze beweging die reageerden op een post van mij of op elkaar reageerden. En dat die zelfs DM, dus direct messages kregen, dat ze maar eens hun bek moesten houden en moesten ophouden, want anders zouden ze wel even achter ze aankomen. Dat vind ik echt onacceptabel. En het lijkt echt de spuigaten uit te lopen wat er online allemaal kan en waar me om gelachen moet worden. De hoeveelheid bedreigingen en vuilspuiterij. Het neemt zo sterk toe afgelopen. Het is zoveel toegenomen afgelopen jaar. En wat ik daar zei is vooral, ik wil gewoon dat onze social media kanalen veilige plekken zijn voor mensen om te reageren. En dan mag je het ook echt volstrekt met ons oneens zijn en daar van alles over zeggen. En dat hoeft echt niet allemaal super, super, super beleefd te zijn. Maar je gedraagt je tegen elkaar. En dat je mij wil afzeiken, ik vind het allemaal gezegend, maar niet anderen. En dan gaan we harder op handhaven, heb ik daar gezegd. En dat doen we ook. Dus we verwijderen wel eens posts. Maakt dat je boos? Vrijheid van meningsuiting is niet alleen, dat betekent niet alleen dat de hardste schreeuwers iets mogen zeggen. Dat betekent dat iedereen iets mag zeggen. Maakt me echt fucking boos. Ik vind het echt schandalig wat er gebeurt. En er is echt een verschil tussen humor, grappen maken, elkaar scherp aanpakken, bestrijden op argumenten. En iemand gewoon totaal afzeiken omdat iemand een vrouw is die gewoon de bek moet houden met de wijve opmerkingen. Dat je maar naar je eigen land moet oprotten omdat je een kleurtje hebt of een net andere achternaam. Dat is gewoon, dat past niet bij Nederland. Dat wil ik niet. We gaan even kijken naar het volgende fragment. Ja. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. Wat ik belangrijk vind, is dat we in Nederland en in de wereld problemen oplossen. En dat is waar ik het hier over heb. Heel vaak, te vaak moet ik zeggen, gaat het hier in Den Haag erover. Hoe kan ik die je voet dwars zetten? Of hoe kan ik politiek conflict met die maken? Want dan kom ik er goed uit. Ik wil problemen oplossen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat betekent dat als ik ergens voor ben en het kabinet stelt dat toevallig voor, ook al is niet mijn eigen plan, dat we ergens voorstemmen. En als ik ergens tegen ben, dan maakt het me ook niet uit van wie het voorstel komt, dan zijn we er tegen. Wat ik interessant vond aan de APB, is dat ze zeiden, oh, nu is er gewoon steun voor het kabinet. Maar dan heb ik me misschien niet goed uitgedrukt, zeg ik dan beleefd. Of je hebt niet goed geluisterd of niet goed willen luisteren. Maar het feit dat we hebben gezegd, we zijn voor sommige dingen die het kabinet doet, daar stemmen we wel voor. Dus we hebben ook gezegd, er zijn ook heel veel dingen waar we niet voor zullen stemmen het komend jaar. En er zijn meer dan de begrotingen. Mijn collega Lisa Westerveld, die heeft het voor elkaar gekregen dat er extra geld komt voor specialistische jeugdzorgklinieken. Het idee is dat verspreid door het land een aantal centra komen waarbij verschillende expertises, nou, zoals de heer Klavert schetste, onder één dak aanwezig zijn. We hebben hier zo lang voor gestreden. De wachtlijsten in de jeugdzorg, dat kan echt niet. Want iedere dag wachten kan te laat zijn. Zorgen dat mensen met zware problemen met spoed geholpen kunnen worden, is toch wel het minste wat we hier moeten regelen. En voorzitter, ik vind het te gek voor woorden dat ouders en jongeren zelf moeten googlen naar behandelplekken. En wil de minister er zorg voor dragen dat dit soort expertisecentra er gaan komen en die ook alsjeblieft haast meemaken? Daar ben ik heel trots op dat is gebeurd. Niet voor GroenLinks of niet om nou te zeggen, oh, dat heeft GroenLinks goed gedaan. Maar omdat ik weet dat er kinderen in Nederland zijn
En nee, dat er, laat ik ze, die het zo moeilijk hebben, die zulke ingewikkelde problemen hebben, die het niet meer zien zitten, die misschien wel een einde aan hun leven willen maken. Ouders die niet durven te slapen, die naast het bed van hun kind zitten om ervoor te zorgen dat er niet iets gebeurt. Voor die kinderen was geen plek. En als je dan voor elkaar krijgt om dat dit soort klinieken te komen, ja, dat is geweldig. Omdat het iets voor die mensen betekent. En je had het net over kritiek die er dan ook komt op scorebordpolitiek. Weet je wat me echt raakt? Is niet die kritiek, is ook niet de lof of ik het goed heb gedaan. Maar zijn ouders van kinderen en kinderen zelf die ons berichtjes sturen en zeggen, voor mij is het misschien te laat of voor ons kind is het te laat, maar ik ben zo blij dat dit er nu komt. Daar zou politiek over moeten gaan. Ik denk dat expertisecentra een hele grote bijdrage kan leveren aan het leven van heel veel beschadigde mensen. Dat er straks voor deze groep wel passende hulp is. Jaar na jaar waren er ontzettend veel demonstraties. Jeugdzorgmedewerkers hebben gestaakt. Dat was een onderwijsstaking. Zorg. De boeren hebben gestaakt. Ja. Dat is weer een grote klimaatstaking. Ja. Wat zegt dit over hoe het met Nederland gaat? Ik vind het heel goed dat mensen in actie komen. Ook in de zorg. Mensen in de zorg gaan nooit staken. Waarom niet? Vanochtend nog. Ik moest vanochtend mijn buurman naar het ziekenhuis gebracht. Omdat hij een operatie had. Als ik dan daar weer loop om 7:00 ochtends en al die verpleegkundigen zijn al aan het werk. En de rust en het geduld waarmee ze zo iemand helpen en binnenhalen. Het is spannend, want je krijgt zo dadelijk een operatie. Hoe ze iemand op zijn gemak stellen, hoe rustig ze. Dat is geweldig. Mensen willen het, die in de zorg werken, willen het allerliefste voor hun patiënten zorgen. En als die zeggen, ik staak, ik ga actie voeren, dan is er echt iets heel heftigs aan de hand. En ik vind het goed dat ze het doen. Den Haag luistert niet. De zorg is vergeten. Het onderwijs is vergeten. De problemen zijn daar immens. Laat van je horen. Bouw een beweging. En ik hoop heel erg dat en daar gaan we heel hard aan werken, dat die klimaatstakers en de stakers in de zorg en in het onderwijs, dat die uiteindelijk samenkomen. Want uiteindelijk is er iets wat ze verbindt. Ze zijn allemaal het slachtoffer van wat ik noem het economisme. Het idee dat de economie altijd moet winnen. Daarom verliest het klimaat tot nu toe. Daarom verliezen mensen die in de zorg werken en in het onderwijs. Het moet weer gaan om wat echt belangrijk is in het leven. En tijdens de boerendemonstratie kreeg je ontzettend veel haat over je heen. Ja. Door jouw uitspraken en standpunten in de stikstofcrisis. Ja. Er reed zelfs een auto met een doodskist met jouw naam erop. Ja. Wat doet dat met jou? Niks. Nee? Nee. Hoeveel haat ik ook over me heen krijg, hoeveel bedreigingen, wat ze me ook naar me verwensen. Ik zal nooit mijn idealen verloochenen en nooit stoppen. En dit soort dingen geven me alleen maar meer energie om nog harder te werken. Nog veel harder. Er is wel een tweede gedachte die bij mij is opgekomen. Kijk, ik heb hier geen aangifte van gedaan. Bijvoorbeeld net als die stickers, ik rem niet voor klaver. Ik zie sinds deze boerenprotesten is het aantal dreigementen aan mijn adres wel enorm toegenomen. En wat dit doet, is dat het het normaliseert om met de dood van een politicus te spotten. En ik vind dat je daar in een democratie niet mee mag spotten. Dus raakt het mij? Nee. Zal het mij ooit van mijn standpunt doen veranderen? Never, ever, ever, nooit niet. Maar toch hoort dit niet. En ik weet niet wat ik de volgende keer zou doen als ik dit weer zou zien. Of ik niet toch aangifte zou doen. Om een norm te stellen dat dit niet kan. Dit kan niet. Een buitengewoon goed signaal dat er nu eens een keer echt iemand optreedt. Want we hebben het veel mis zien gaan de laatste weken. Het is jammer dat zo'n ontzettend leuk eerste half uur op deze manier verziekt wordt. Maar hij is... Wat voelde je toen jij dit zag? Woede. Kokende woede. Echt dat dit... Ik hou ontzettend van voetbal, hè. En het is een geweldig mooie sport. En ik vind dit... Maar des te bozer maakt het dat het daar gebeurt. Sport zou moeten verbroederen. En dat je iemand zo op zijn afkomst of op zijn huidskleur aanpakt, dat past gewoon niet in Nederland. En dat vind ik echt walgelijk. En je kan het wat mij betreft niet hard genoeg aanpakken. Echt, wedstrijd staken niet meer terug het veld op. De club wiens supporters dit doen, die club verliest. En niet eens 0 punten, wat mij betreft punten aftrekken. Dit is echt... En daar waar mogelijk overgaan tot strafrechtelijke vervolging van mensen die dit doen. Racisme is geen vrijheid van meningsuiting. Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Nou, een ding waar ik wel te maken heb met racisme, laat ik dat zeggen, is gewoon online. Kijk, er zijn nog steeds... Ik had laatst iemand die ik goed ken, die zei, hey, heb jij nou je naam laten veranderen? Zeg ik mijn naam laten veranderen? Ja, toch? Jij heette toch eerst anders? En dat vind ik heel erg.
Omdat er mensen zijn op internet en dat is gewoon nepnieuws voor iedereen die het nepnieuws, het is niet waar. Waarin was het, eigenlijk heet hij Yasser Feras, in plaats van Yasser Feras, Yasser Feras. En eigenlijk is het gewoon een moslim, maar hij probeert zeg maar te doen alsof hij dat niet is. En hij heeft zijn naam veranderd. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. En ik vind dat heel erg, omdat het namelijk niet iets over mij zegt, maar dit is dus hoe er wordt gekeken naar mensen die wel Yasser Feras zouden heten. En moslim zouden zijn. Deug je dan in één keer niet? Is het dan, wat is er aan de hand? Dus dat vind ik heel erg. Je zit nu 10 jaar in de Kamer. Ja. Ben je na die 10 jaar lijsttrekkerschap niet zelf de gevestigde orde? Het wordt me vaak gevraagd, hè? Zeg maar, na 10 jaar ben je dan niet zelf die gevestigde orde. Maar als je kijkt naar mijn track record de afgelopen 10 jaar... Ik nam het op tegen de ABN AMRO en tegen de baron van Slingeland met zijn vingertje tegen me toen het ging over beloningen. Wij namen het op tegen ING. Wij namen het op tegen Unilever en de dividendbelasting en tegen Mark Rutte en zijn vezels die dit wilden afschaffen. Op het moment dat iedereen dat had opgegeven en hier in Den Haag zei, nou dit gaan ze nooit meer afschaffen, bleven wij doorstrijden. En het ging van tafel. Wij blijven het opnemen tegen het agro-industrieel complex. Gewoon de voedingsindustrie, de dierenvoedingsindustrie die maar wil dat er meer dieren in Nederland zijn omdat ze er geld mee verdienen. Wij laten ons niet stoppen door grote industriële belangen. Dat heb ik de afgelopen jaren laten zien. En dat is wat we nu nodig hebben. En dat hebben we niet alleen nodig van politici uit de oppositie, maar juist voor mensen in de regering. Op de klimaattop in Madrid lijkt er een minimaal akkoord te zijn bereikt. Niks. Daar ben je vet blij mee, denk ik. Super, super vet. Ja. Nee, je zegt een akkoord bereikt. Gewoon zodat je kan zeggen, er is een akkoord. Wat je ziet bij die klimaattop is dat ze altijd willen dat er een akkoord is. Want een akkoord is beter dan geen akkoord, zodat je de volgende keer weer een beetje in positiviteit verder kan. Maar er is niks afgesproken. Het is gewoon, het is echt slecht. Maar frustreert jou? Ja, tuurlijk frustreert me dat. Als je ziet dat, waarom ben je fucking wereldleider? Waarom? Waarom leid je je land? Je bent aangesteld om problemen op te lossen. Guess what? Klimaatverandering is een van de allergrootste problemen van onze tijd. En jij stond erbij en je keek ernaar. Wat ga je vertellen tegen je kinderen en je kleinkinderen dan? Kijk, ik ben heel weinig thuis. Wij zitten hier nu vanavond, ik weet niet wanneer we het gaan uitzenden, maar we zitten dit nu op te nemen. Het is nu 7:30, ik zou eigenlijk al lang thuis zijn. Mijn kinderen gaan zo naar bed en ik ben nu niet thuis. Ik kan dat, aan mezelf in ieder geval, verantwoorden. Omdat ik weet dat ik er dag en nacht aan werk om die grote problemen wel op te lossen. En als je op de positie zit om daar echt iets aan te doen, als je regeringsleider bent, dan moet je daar verdorie alles aan doen om dat te stoppen. En dat doen ze niet. Wat leggen ze uit? Hoe leg je uit aan je kinderen dat je er nooit bent omdat je op klimaatconferenties aan het werk bent? En dat je er niks van bakt. En niet nu even niks van bakt, maar echt al sinds de klimaatconferentie Rio de Janeiro 1992 niks van bakt. Wanneer is het een keer genoeg? Dus nee, ja, ik ben daar echt, ik ben daar boos over. Snap ik. Mooi. Hoe blijf jij optimistisch als er dit soort dingen gebeuren? Als je uit de problemen wil komen, is het eerste wat je moet doen, is je blik verruimen en groter maken. Als je nu alleen gaat kijken in het afgelopen jaar, word je super pessimistisch. Bosbranden, smeltende poolkappen, toenemend racisme, alles. Als je daar nu naar kijkt, dan word je heel pessimistisch. Als je iets breder probeert te kijken en over de horizon heen, dan zie ik gewoon een klimaatgeneratie die opstaat. Dan zie ik dat er een nieuwe generatie is die racisme, die zich daar veel harder tegen uitspreekt. Oftewel, er verandert iets. De publieke opinie verandert in die zin. En dat zie je misschien niet altijd terug in opiniepeilingen, maar daar moet je niet naar over wat vindt Nederland. Maar je moet daar doorheen durven kijken. Er broeit iets in Nederland en in de wereld. En die hele nieuwe generatie staat op. Dus ik ben onwijs optimistisch over wat wij met elkaar voor elkaar kunnen boksen. Waar kijk jij het meest naar uit in 2020? Een paar dingen. Klimaat en stikstof, daar gaan heel veel dingen op gebeuren. En dat betekent echt dat we voor het eerst werk gaan maken van meer natuur in Nederland. Dat er een kans is dat er weer meer natuur in Nederland komt. De CO2-belasting komt dit voorjaar. Dus dat wordt heel spannend. En de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen. Daar wordt dit jaar heel belangrijk voor. En die verkiezingen, dat worden echt, ja, daar moet het gebeuren. Daar moeten we het verschil gaan maken. Bij al die andere keren je vroeg van, ben je tevreden met de uitslagen tot nu toe? En iedere keer als je net niet de grootste werd. Prima, kon voor nu. Maar de volgende verkiezingen kan echt niet meer. Dan moet het gebeuren. Dan moeten we echt doorstoten. Want het klimaat blijft niet wachten.
En de publieke sector blijft niet wachten en de problemen die er zijn. Dus het is echt tijd voor vernieuwing hier in Den Haag. Dus daar gaan we heel hard aan werken. Jesse, dankjewel.